Vanaf 1 januari vormen de gemeenten Boksmeer, Kuik, Grave, Meelen Sint Hubert en Sint Antonis de gemeente Land van Kuik. Hiervoor worden op 24 november de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Bij de lokale Omroep Mil en Omroep Land van Kuik kunt u nader kennis maken met de lijsttrekkers van de deelnemende partijen. Willy Hendricks van Haren van Team Lokaal. Willy, ja, je draait al een tijdje mee in de politiek, hè? Dat kun je wel zeggen. Ja, vanaf 19, moet ik goed nadenken, 89. 89? 89. Ja, en hoe ben je toen in de politiek terechtgekomen? Nou, toen kwam een dorpsbewoner, de heer Van Elk. Mm-hmm. Hij leeft helaas niet meer, maar die kwam vragen of ik niet iets voelde om in de politiek te gaan. En ik zei tegen mijn man, ik had natuurlijk wel 12 jaar bij de gemeente Wanrooij gewerkt, dus ik kende wel een beetje, ik wist wat politiek was. Mm-hmm. Dus toen zei ik tegen mijn man van, ja, zullen we dat doen, zullen we dat niet doen? En toen zei hij, nou, best leuk, doe het. Ja. Dus, vandaar dat ik erin gestapt ben, niet met de wetenschap dat ik er nu nog zou zitten, hoor. Maar waarom kwam toen die vraag dan? Want ja, je werkte bij de gemeente, maar deed je ook iets in dorpsbelangen? Of iets nou, ik was al actief in het kerkbestuur. Mijn man was actief in het kerkbestuur. Ik was actief in het schoolbestuur. Ja. Ik was betrokken bij de heilige missen voor de kinderen. Ik was wel actief in het dorp zelf. Ja. Dus, en toen was het bij die club zo dat er een mevrouw ging en ze hadden geen vrouwen. Mm-hmm. En toen dachten ze, hey, dat is wel iets voor Willy Hendricks. En ik weet nog, de eerste keer toen ik daar kwam, ook op de achterbanvergadering, toen zei iemand tegen mij, zo, nu gaat Willy lekker koffie zetten. En toen zei Willy, nee, dat gaat Willy niet doen. Dus toen hebben we een paar keer geen koffie gehad. Want ik zei, ik wil best koffie zetten op mijn beurt, maar niet omdat ik een vrouw ben. En van dat, dan moesten ze nog een beetje vanaf. En ja, ook dat een vrouw inbreng kreeg, dat was ook vrij nieuw toen, ja, bij die club. En dat was toen in Boksmeer? Nee, dat was in Oefeld. Oefeld. Want toen was Oefeld nog een zelfstandige gemeente. Ja. En vanaf toen ook direct in de raad? Toen ben ik in de raad terechtgekomen, ja, als vierde persoon op de lijst van Bentum. Ja. En toen hadden we 3 partijen ook. En toen heb ik, toen heb ik toch wel mijn leerschool gehad, zeg maar. En toen werden wij in 94 meteen heringedeeld. Ik heb in 93 nog op provinciehuis gesproken dat we dat niet wilden. Ja. Als Oefeld, dat we meenden dat we het best zelf konden. Daar was heel Oefeld het mee eens. Maar heeft niet mogen baten. Toen in 94 heb ik ook meegedaan met de verkiezingen naar Boksmeer toe. Maar dan was ik de nummer 2. Ja. Toen kwam ik op 27 stemmen kwam ik niet in de raad. Oh. En toen ben ik wel heel erg betrokken geweest bij de achterban van de lokale partijen die zich toen al een beetje gebundeld hadden. En in 97, voor de verkiezingen van 98, hebben wij het omgedraaid. Toen ben ik lijsttrekker geworden en is die ander die het eerst was nummer 2 geworden. Toen kwamen we wel met 2 man in. Dus, en vanaf dat moment, in 98, toen gingen de lokale partijen samenwerken. En toen werd op mij de vraag gesteld of ik wethouder wilde worden. Ja. En ja, in het begin heb ik dat vreselijk gevonden. Want ik zeg tegen mijn man, nee, mijn kinderen die zijn nog niet zo oud. En ik wil zo graag thuis zijn en noem maar op. Ik wist wel een beetje wat het wethouderschap inhield. Veel werken, veel praten. Ja, nou, en veel weg. En veel weg. En dat vond ik voor mijn kinderen. Die waren toen 15 en 16. En dat vond ik eigenlijk nog te jong. Ik heb altijd gezegd, ik wil graag thuis zijn als ze van school komen met een kopje thee en noem maar op. Er werd zodanig een beroep op mij gedaan, omdat we waren als lokale partijen. En toen zei de hoofdman, dat was toen meneer Litjes, je zult wel moeten, want we hebben ook iemand nodig van Noord. Al zit je er maar bij, maar ik zou wel moeten. Dus ik heb dat toen gedaan. De eerste vrouwelijke wethouder van de gemeente Boksmeer. Ja. En dan moet je je wel waarmaken, laat ik dat wel zeggen. Maar dan, met alle respect, Willy, ik denk niet dat er een wethouder bij zat in de persoon van Willy Hendricks van Haren om er zomaar bij te zitten. Nee, dat hebben ze wel gemerkt. Nou, kijk, in het begin, hè, dan kijk je inderdaad de kat uit de boom. Want ja, je denkt, hoe gaat het allemaal? Ja. En ik weet nog in het begin, ik las alles. Alles, omdat ik meende, dat had ik ook in mijn raadslid in mijn werk gedaan. En ik vind, als je iets doet, dan moet je het goed doen. Je dus kent ook de portefeuilles van de anderen, de stukken die Ja, te goed. Dus met andere woorden, ik was dag en nacht aan het lezen, totdat iemand tegen me zei, je moet je eigen stukken vooral heel goed lezen. En de andere stukken, als je het voorblad leest van de BMW-stukken, en de ander is daarmee akkoord, dan kun je al voor een heel eind zeggen, dat is goed zo. Dan zal het wel goed zijn. Dat heb ik dus zo gaandeweg geleerd. Ja. Je vertelde net van, eerst was de
gemeente Oefeld, hè, daar was je actief in. En, ja. En ook vooral voorstander dat die moest blijven. Ja. Toen kwam op een gegeven moment dat idee van dat één grote gemeente Land van Kuik. Ja, en ik moet zeggen, ik was toen in der tijd in Oefeld ook een van degenen die zei, nee, dat doe ik niet. Ik heb het vorige keer ook al een keer gezegd, hè, het was niks, zeiden ze bij ons na 10 jaar. Het was niks, het is niks en het wordt niks. Ja. Nou, ik moet zeggen, dat heb ik moeten bijstellen. Kijk, voor de inwoners zelf snap ik best wel dat ze zeggen van, nou, moet dat zo'n grote gemeente? Ja. Maar als je ziet, bestuurlijk gezien, wij zijn nog 5 zelfstandige gemeenten. Wij moeten werken met Os, met Den Bosch, met Meijerijstad. Die zeggen altijd tegen ons, ga eerst even kijken in het Land van Kuik of je het met elkaar eens kunt worden. Dan ben je pas een partij. Ja. Ja. Dus als je straks voor met één mond kunt spreken, is dat, ben je gewoon veel krachtiger. Ja. Dus ik ben een groot voorstander geweest van die herindeling. Ik heb ook echt mijn uiterste best gedaan om andere politieke partijen te overtuigen. En ja, dat is eigenlijk ook de reden dat ik zeg van, ik dacht echt de vorige keer, dit zijn mijn laatste verkiezingen. Mijn man en ik zeggen altijd tegen elkaar, dat kunnen we niet nog een keer, want dit is echt, dit is, dat weten mensen niet, maar dit is hels. Dit is de verkiezingskoorts die dan tot je komt, de campagne die je moet maken. Ja, dat is gewoon behoorlijk wat. Ja. En toen zeiden we, nee, dat doen we niet meer. We hebben nou een keer of wat gedaan en dat is genoeg. Maar ik denk zelf, gezien mijn ervaring en de komende 4 jaar wat ons te wachten staat, denk ik dat het goed is dat je met ervaren mensen werkt. En ik vind zelf, dat wil ik in ieder geval graag. Ja. Ik ben voorstander geweest, dan vind ik, dan moet je die klus ook afmaken. En daarom doe ik het nog voor in ieder geval 4 jaar. Ja. Dat ik zeg van, we gaan er iets van maken. Ja. Team Lokaal bestaat uit, ik dacht 7, hè? Ja. 7 losse lokale partijen, ja, samen 1 partij geworden. Ja. En je zei net van, ja, zelfs zag je wel de voordelen van dat grote gemeenteland van Kuik. Maar er zitten nu ook een paar losse lokale partijen in Team Lokaal die er eigenlijk valikant tegen waren. Waren. Ja. En ik moet zeggen dat, nou, kijk, iedere mens denkt dat je het goed weet. Ja. Dat waren die lokale partijen ook, maar ik vind echt het siert ze dat op een moment dat de knop omging, van nee, we worden wel één Land van Kuik, hebben ze ook onmiddellijk allemaal de schouders eronder gezet en gezegd, we gaan er iets van maken. Want het is ook wat dat die partijen bereid zijn om nu te zeggen, wij heffen ons op en wij worden 1 partij. En ja, dat vind ik wel knap. En ik merk ook gewoon bij ons ook, blikken vooruit en we gaan er iets van maken. Ja, en jullie hebben ook diverse kandidaat-wethouders binnen jullie club, jazeker. Heb ik begrepen, hè? Jazeker. Ja. Hoe werkt dat in de praktijk straks dan? Nou, dat zullen we straks zien. Eerst verkiezingen en dan ga je kijken, mag je überhaupt meepraten in de coalitieonderhandelingen? En dan gaan we kijken van wie is het meest geschikt om op dat moment de wethouder te zijn. Ja, dus dat is afhankelijk van de van portefeuille en noem maar op. Ja, ja. 24 november, dan zijn die gemeenteraadsverkiezingen. Ja, je bent gelukkig op dit moment wel. Ja, het kan niet vlug genoeg komen. Nee, dat klopt. Ja. Je bent op dit moment wethouder ook in de gemeente Boksmeer. Je zegt net al, ik heb het enorm druk met zo'n campagne. Maar het wethouderschap en de gemeenteraad gaat ook gewoon door, de gemeentebestuur. Ons afscheid van de burgemeester volgende week en het afscheid van de gemeente Boksmeer gaat door. Ja. Ja, dat is een flinke klus. Maar hoe gaat dat in de praktijk, zeg maar? Want bestuurlijk gezien, gebeurt er nog iets in Boksmeer? Jawel. Ja, op besluitvormingsniveau? Wel. Jawel, absoluut, absoluut. We hebben nou weer binnenkort hebben besluit nog voorliggen om 2 scholen te voorzien van de goede ventilatie. Dus in de oude gemeente Boksmeer, zeg maar. Omdat ik vind, kijk, ik ben nu nog gekozen door de inwoners van Boksmeer. Dus tot 1 januari 2022 zet ik me in volledig voor Boksmeer. En ga ik de dingen kijken die in Boksmeer nodig zijn. We zijn nog bezig met een MFA in Zandbeek. We zijn bezig met een MFA in Vierlingsbeek. Dat zijn eigenlijk klusjes die ik graag zou willen afmaken voor Boksmeer. En ja, dat het gigantisch druk is, ja, dat wist ik. Ja. Bij Team Lokaal zit op dit moment niks uit Graven, toch? Oh. Nee, er zit nog niks uit Graven. We hebben wel gesprekken gevoerd ook met Graven. En kijk, LPG zou een club zijn die zich had kunnen aansluiten, maar mijn voorganger die hier net zat, de heer Teunissen, ik heb hem net gezegd van Bart Teunissen. Ja. Je bent ook van harte welkom bij ons club, want ik bedoel, ja, verbeeld je dat wij 7 partijen waren gebleven, dan hadden we er 19 gehad in de raad. Ja, dat is niet te werken. Ja, we zien het in Den Haag, hoe lang het duurt. Hè? Dat bedoel ik. Ja. Maar dat werkt gewoon niet. Dus ik vind het
En dan wil ik het zelf niet op de borst slaan, maar ik vind van die 7 partijen toch getuigen van lef dat ze gezegd hebben, we gaan met elkaar. Want je weet het, we hebben inderdaad goede mensen ertussen zitten. Die hebben Jos van der Boogaard gehad, geweldige kandidaat. Ja, ik kan ze allemaal noemen, Erik. Ja, ik ga ze niet noemen, want dan vergeet ik er waarschijnlijk eentje. Ja. Maar die hebben wel gezegd, we geven onze eigen partij op om toch te kijken of we iets meer kunnen betekenen gezamenlijk voor die nieuwe gemeente. En ik zie dan wel of ik wethouder word of niet. 24 november, dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Laatste vraag, Willy. Als je een voorspelling zou moeten doen, team lokaal, welk aantal zetels? Doe ik niet. Nee, doe ik echt niet. Ik heb dat nooit gedaan. En ik merk het zelf. De ene dag denk ik van, we hebben er 0. De andere dag denk ik, als ik dan weer mensen hoor, denk ik, het zou er wel eens 7 kunnen worden. Mijn man zegt, ik ken het. De ene dag ga je heel door een diep dal. En de volgende dag dan denk je, het zou misschien kunnen lukken. Ik weet het echt niet. Het ligt aan de kiezer. Ik hoop dat ze ons willen. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Op 24 november worden de gemeenteraadsverkiezingen Land van Kuik gehouden. We laten u kennis maken met de lijsttrekkers van de deelnemende partijen. Mike van Diemen van GroenLinks en PvdA. GroenLinks, PvdA als één partij voor de gemeenteraadsverkiezingen Land van Kuik. Eerste vraag natuurlijk, waarom? Waarom? Ja, omdat we het hier in het Land van Kuik heel goed met elkaar konden vinden. Dat zien we landelijk tegenwoordig ook, dus dat is hartstikke mooi. En omdat we graag één grote linkse partij in de gemeenteraad willen hebben straks, die het beleid ook de goede kant op kan sturen. Ja. Dat konden we beter samen doen. Je bent de jongste lijsttrekker van al onze partijen in de gemeenteraadsverkiezingen Land van Kuik. Waar komt jouw belangstelling voor politiek vandaan? Dat is eigenlijk altijd al wel geweest. Het is toch waar de besluiten worden genomen die ons allemaal raken, weet je. Zeker in de gemeenteraad. Het kan gaan over een straattegel tot aan hoeveel woningen er gebouwd worden en wie er wel of geen zorg krijgt. Dus het is ontzettend belangrijk en ik vind het hartstikke leuk om daar iets mee te kunnen doen. Ja, want hoe oud ben je? 23. Ja. Geboren en getogen in? Geboren in Boksmeer, getogen in Kuik. Kuik. En altijd, al van jongs af aan, dat je die gedrevenheid hebt en gezegd van ik wil iets betekenen voor anderen. Ja, nou ja, dat is het vooral inderdaad. Ja, dat je iets wil bijdragen aan de rest van de samenleving. Ja. Maar goed, mensen kunnen dan ook denken, ja, dan kun je ook in het bestuur van de voetbalclub. Ja, dat kan ook. Maar ik vond dit interessanter. Dus het werd dit. Ja. Ja. Maar waarom juist dan GroenLinks of was het PvdA? Nee, GroenLinks kom ik zelf vandaan. Ja. Dat is ook weer een beetje een makkelijk antwoord, maar daar voel ik me gewoon het meest thuis. Dat is de partij waar ik het meest mee eens ben. Mm-hmm. Ik vind ook in de politiek, een van de dingen die mij gedreven heeft, is de klimaatcrisis. En hoe dat mijn generatie nog veel meer raakt dan de generaties voor ons, zullen we maar heel lief zeggen. Yeah. Daar maak ik me heel erg zorgen over en heel veel mensen om mij heen ook. Dus dat drijft mij wel om daar in de politiek actie op uit te voeren. Ja, maar zijn dat dan geen onderwerpen die je bijvoorbeeld in Den Haag moet gaan doen? Kunnen we daar op Land van Kuik niveau ook iets aan doen? Absoluut, ja. Je kan van Den Haag heel veel dingen vragen, maar hier moeten we het uiteindelijk gaan uitvoeren. En het is juist in de uitvoering waar over het algemeen de dingen fout gaan. Want Den Haag maakt hele mooie plannen, hele mooie doelstellingen voor de duurzaamheid, maar hebben we het tot nu toe nog nooit gehaald. Ja. En dat begint bij de uitvoering hier in gemeentes. Hoe lang ben je nu actief in de gemeenteraad in Kuik? Sinds 2018, dus een jaar of 3. Ja, en op welke plek toen al? Ook al op nummer 1? Ook al op nummer 1, okay. Ja. Het was je denk ik een van de jongste lijsttrekkers ooit of zo, toch? Van Nederland was volgens mij die verkiezingen de jongste lijsttrekker, ja. Hoeveel reacties kreeg je erop? Maar bijvoorbeeld ook van je vriendenclub, dat ze zeiden, jongen, wat doe je toch? Ja, dat inderdaad, heel veel. Ja. Ja, het ging ook wel heel veel over mijn leeftijd op een gegeven moment en minder over de inhoud. Dus dat was wel jammer. Ja. Maar het is op zich natuurlijk heel leuk dat mensen dat interessant vinden. Ja. Dan kom je in zo'n gemeenteraad. Maar hoe anders was het om daar echt te zitten als dat je van tevoren gedacht had? Heel anders, denk ik. Ja, het gaat toch allemaal een stukje moeilijker en stroperiger en je komt met je goede plannen de gemeenteraad in en dan heb je met al die andere partijen te maken die wat minder goede plannen hebben. Ja. En dan duurt het allemaal best wel lang voordat je die overtuigd hebt. En met kleine stapjes kom je ergens, maar de grote klappen hebben we nog niet kunnen maken. Dus dat was wel even. Ja, in die tijd ook wel eens gedacht van het valt me tegen, ik hou er weer maar op. Altijd wel eens ooit een keer gedacht, maar dat heeft iedereen wel eens met z'n werk. Denk je denkt, ik gooi het raam uit en het is goed geweest. Maar ik heb nooit serieus gedacht, ik stop ermee. Ja.
En hoe lang was jij al van mening dat dit Land van Cuijk één gemeente zou moeten worden? Ja, zolang als ik me bewust met de politiek hier bezighoud, was ik daar al wel van overtuigd. Ja? Waarom? Omdat al die kleine gemeentes met z'n vijven in je eentje, zeg maar, gewoon heel weinig voor elkaar boksten. En alles wat we van Den Haag nieuw extra erbij te doen kregen, hebben we ook meteen over de schutting gegooid naar gemeenschappelijke regelingen en zo. Dus met allemaal andere gemeentes bij elkaar geregeld en niet meer dingen zelf doen. Ja. Dus het wordt heel snel duidelijk dat je, als je één grote gemeente wordt met één gemeenteraad die dan ook echt voor het zeggen heeft, in plaats van allemaal van die bureaucratische regelingen overal. Hm. Ja, dat is gewoon veel beter. Dat werkt veel beter. Maar is dat ook een generatie mening? Ik heb soms het idee dat oudere mensen denken van, oh, hou het eens even mooi zoals het is. En dat juist die jongeren denken, maak er maar mooi één gemeente van. Ik denk dat heel veel jongeren vooral denken, het zal mij een worst wezen. Ja. Als het maar geregeld wordt. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat we nu de dingen beter kunnen regelen in een grote gemeente. Dus dan moeten we dat ook doen. GroenLinks en PvdA gaan samen de verkiezingen in. Waar kwam dat idee vandaan? Was het een GroenLinks idee in Cuijk of een PvdA idee? Ook dat is een beetje makkelijk antwoord. Maar echt wel samen, want we waren al gesprekken aan het voeren met onder andere D66 hebben we ook gepraat en zo. Om te kijken, goh, hoe kunnen we nou één echte progressieve linkse partij in de raad krijgen straks. Ja. En daar waren we eigenlijk allebei tegelijkertijd mee bezig. Toen hebben we op een gegeven moment een afspraak gemaakt. En ik weet niet meer wie de mail gestuurd heeft, maar het kwam van allebei de kanten. Maar jullie zijn één partij met wel twee verschillende achterbannen. Ja, dus ook twee verschillende besturen zijn we nog. Maar we hebben één programma en we hebben één lijst. Ja. En we gaan straks als één fractie in de gemeenteraad. Maar zitten er wel verschillen tussen die twee partijen? Of zou jij net zo goed kunnen zeggen, we kunnen ook gewoon één partij vormen? Of die achterbannen? Of nou, zitten er wel verschillen in GroenLinks en PvdA? Ja, er zijn altijd verschillen. Maar dat zie je ook binnen GroenLinks of binnen de PvdA. Het zijn altijd mensen die sommige dingen belangrijker vinden of tegen sommige dingen anders aankijken. Mm-hmm. Maar ik denk dat je, als je dat echt zou willen, zou je er prima één partij van kunnen maken hier. Ja. Jullie lijst werd onlangs bekendgemaakt. En laten we ook in de Gelderlanden. Jullie hebben er ook oud-burgemeesters op staan, hè? Ja, twee. Ja. En waarom juist die burgemeester, of niet vanwege het burgemeester zijn geweest? Zij vonden het allebei. Kijk, we hebben al onze leden in het Land van Cuijk, van GroenLinks en van de PvdA aangevraagd van, joh, als jij het belangrijk vindt dat wij groot in de nieuwe gemeenteraad komen, als jij wil uitdragen, die linkse politiek vinden wij belangrijk, kom dan maar ons op de lijst staan. Hm. En zij vonden dat ook belangrijk en ze wilden daar wel voor op de lijst komen staan. En zo is dat gelopen. Dan ga je naar zo'n lijst ga je kijken om die te vormen. Ja, in een aantal gemeenten in het Land van Cuijk waren jullie nog niet actief. Nee. Sint-Tunis niet, Mil niet, Grave, niet. Alleen PvdA, denk ik. Nee, daar deden PvdA en GroenLinks al samen. Daar deden ze al samen. Ja. Ja. Maar hoe zorg je dan dat mensen uit die twee andere gemeentes waar jullie nog niet actief waren, ja, zich toch herkennen in jullie partij straks? Nou, we hebben wel overal mensen rondlopen. Want dat is natuurlijk het voordeel van een landelijke partij zijn. Is dat ja, iedereen kent GroenLinks en de PvdA. En er zijn ook gewoon overal in Nederland zijn er leden van die partij. Soms vanwege landelijk, maar soms ook vanwege provincie of lokaal. Dus het was alleen maar een zaak om die mensen dan bij elkaar te rapen, zeg maar. En die hebben allemaal gebeld van, goh, wil je misschien iets betekenen? En wat vind je van onze samenwerking? En zo probeer je dan toch om iedereen aangehaakt te krijgen. Ja. Ook als je daar niet op dat moment in de gemeenteraad zit. En hoe waren die reacties van het idee om samen te gaan, GroenLinks en PvdA? Bijna alleen maar positief. Ja? Ja. Ja, ik heb ook echt mailtjes gehad van mensen hier uit Mil bijvoorbeeld die niet eens lid zijn, maar die mailden wat fijn dat er eindelijk weer een linkse partij is waar we straks op kunnen stemmen. Ja, dus ja, want het is wat ze wel zeiden, in de gemeente Mil kon je alleen links stemmen als je linkshandig was. Ja, precies. Ja. 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 We hebben straks, ja, zoals het eruit ziet, 12 of 13 partijen die deel gaan nemen. Wat verwacht je als je een voorspelling zou moeten doen voor GroenLinks qua aantal zetels? GroenLinks PvdA, Land van Cuijk, of durf je daar niks over te zeggen? Nee, dat durf ik best. Ik denk dat wij 4 zetels kunnen halen. En omdat we denken dat we 4 zetels kunnen halen, gaan we voor 5 zetels. Okay. Dat moet altijd een beetje hoog inzetten. En ook bereid om in de coalitie te stappen? Ja, zeker. En wie is dan kandidaat wethouder voor GroenLinks PvdA? Ja, wij geloven niet echt in dat je één kandidaat wethouder hebt. Dat vind ik een beetje zo'n ouderwets idee. En dat er dan één persoon is die hoe dan ook namens ons wethouder moet worden. Dus wat wij gaan doen is, als we straks in de coalitie mogen zitten, dan krijg je een portefeuille of een onderwerp waar iemand zich mee bezig moet houden als wethouder. En dan zoeken we daar vervolgens de juiste persoon bij. En dat is in die volgorde en niet andersom. En dat zou niet per se iemand van de lijst hoeven te zijn? Nee, niet per se. En ook niet per se uit het Land van Cuijk?
Ook niet per se, nee. Maar dat is wel de grote voorkeur natuurlijk. Ja. Wat staat er nog op het programma voor 24 november? Want dan hebben we de verkiezingen. Er staat heel veel op het programma. Ja, ik was net nog mijn agenda aan het bijwerken en die zit bomvol. Ja. Nee, dus we gaan de straat op en we gaan 11 oktober, dan trapt de gemeente ook echt de campagne af met de opkomstcampagne. Ja. En dan komen allerlei debatten aan en er gaat ontzettend veel gebeuren. Het worden een paar drukke maanden. Ja, heb je er zin in? Heel veel, ja. Zeker. Meer weten over de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Land van Kuik op 24 november? Blijf kijken en luisteren naar de lokale omroepmail en Omroep Land van Kuik. Want dan hoeft u niets te missen.